Minister Mike Nusalim van Binnenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan de HPG Latourschool. Dit in verband met de voorleesdag die de school heeft georganiseerd. Minister Nusalim heeft de leerlingen van de zesde klas een gedeelte voorgelezen uit het boek De Hemelbrug van Gerrit Baron. Het was een interactieve sessie waarin de minister met behulp van een leerling heeft gezongen en gedanst met de leerlingen. Oké. Dus de hemelbrug van Gerrit Baron is niet de brug naar de hemel. Er is ook een brug naar de hemel. Maar dit is de brug naar Kommewijnen. De minister sprak met de leerlingen over het verleden, enkele actualiteiten en ook heeft hij het belang van lezen benadrukt. Juffrouw Maridika Doggen-Jones is van mening dat kinderen niet genoeg worden gestimuleerd om te lezen en dat alleen op school doen. Zij vond het bijzonder dat de leerlingen zijn bezocht door hoogwaardigheidsbekleders. Dat vond ik natuurlijk geweldig. Het is ook een eer natuurlijk op deze school dat ze meegedaan hebben. Maar er zijn kinderen ook tussen ze komen. Want vaak genoeg zien ze ze alleen maar op tv. Weet je, en dan maken ze hun eigen voorstelling. Maar om een dag als vandaag ze bij ons te hebben, dan is het voor hun ook leuk. Wauw, ook de minister kan mooi lezen. Choppa, me barjoe. Laat me niet boos worden. Anders jaag ik al die vrienden van jou weg. Begrepen? Ja, oma. De voorleesdag is in het leven geroepen om de taalontwikkeling te bevorderen en om het Surinaamse kinderboek te promoten. Deze activiteit wordt sinds het jaar 2000 georganiseerd. De agrarische sector is een veelbelovende sector voor de toekomst van Suriname. Dit is wederom bewezen met de proeven die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, verricht heeft met hooglandrijse Papatam in het district Marowijne. Het ministerie van LVV bracht samen met een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de residerende ambassadeur van Brazilië een bezoek aan de hooglanddemonstratieplots in Papatam, waar diverse variëteiten hooglandrijs worden geteeld. We hebben gezegd van hooglandrijs is belangrijk. Het wordt geconsumeerd door onze Surinamers, onze broeders. Vooral in verschillende districten, verschillende dorpen. Wat wij willen doen, de variëteiten die vandaag op de dag daar wordt geteeld, dat verder te stimuleren, want het zijn landrassen. Daarnaast ook andere variëteiten die eigenlijk een betere productie hebben, hogere resistentiegraad hebben en betere kwaliteit. Vooral op het gebied van organisch landbouw. Wanneer je dat gaat stimuleren, betekent 1. Ze hebben veilig voedsel. 2. Ze zijn niet afhankelijk van aanschaffen van rijst van andere plaatsen. 3. Wanneer ze de hoeveelheid kunnen produceren, dan verwijs ik naar containers geweest, dat ze ook dat kunnen exporteren. Een simpel voorbeeld, een kilogram rijst normaal die $43 zou verkocht worden wanneer je organisch doet, kan je in bepaalde landen zeker $3 per kilo krijgen. Met als gevolg dus wanneer je dat gaat extrapoleren, $3000 per ton. Dus wat wij willen doen, voedselzekerheid voor onze mensen in verschillende gebieden met hooglandrijs, dat ze beter hun grond benutten. Derde, met een rotatiesysteem. Vierde, met een goede trainingssysteem. Dat ze dan op een duurzame manier dat kunnen gaan doen. En met als gevolg uiteindelijk dat ze betere inkomsten kunnen hebben. Voedselzekerheid garanderen en hierdoor verder dan hun areaal uitbreiden.
De proeven met Hoogland Rijst maken deel uit van de uitvoering van het trilateraal project tussen Suriname, Brazilië en Nieuw-Zeeland. Support to the improvement of the upland rice cultivation in Suriname. Well, the first benefit is the exchange of experience. We learn from what we do here, and of course you learn with our expertise. We have also some similar areas in Brazil, like for instance in the Maranhão state, or we have highland areas for rice as well. And we also have the possibility of seeing how our varieties of rice are produced here. And not to our surprise, on the contrary, just to confirm that the varieties of rice, emerald and sertanejo that you can see right there at the end produce much more than the normal varieties that you have been producing here in Suriname. So again, that's what I say. The cooperation, the technical cooperation that we bring to Suriname brings exchange of knowledge between us so that we can also benefit from what we see here, from what we plant here, from what we study here, but also to see that smallholder farmers can benefit from this production. Na ongeveer 3 maanden te zien dat je al kan oogsten, dat betekent veel. Dus als de mensen, economisch betekent dat heel veel. Als de mensen willen planten, betekent het dat na drie maanden dat je al kan ontvangen, indien alles in orde is. Dus het heeft meer waarde in feite voor de gemeenschap? Helemaal werkgelegenheid scheppen voor de mensen. En ik heb vernomen dat er heel veel vraag is voor wat biologisch rijst betreft. En dus het heeft meerwaarde. De meerwaarde van dit, de lokale bevolking heeft me hier gezegd, dus die lokale gemeenschap hier, de mensen hier van de lokale gemeenschappen, hebben me gezegd ze willen organisch telen. Omdat de prijs naar Sint-Lola voor organische rijst veel hoger is. Ze kunnen het goed verkopen. Het is goed voor hun bron van inkomsten. Want de vraag naar organische producten is heel groot. Dus dan hebben ze ons gevraagd, maar er komt een training over organische rijst. Wanneer praten we over organische planten? Dat we geen kunstmeststoffen gebruiken. We praten over organische landbouw als we geen kunstmeststoffen en chemicaliën gebruiken. Maar er wordt wel gebruikt hier? Ja, dus hier hebben we gewoon gebruik gemaakt van kunstmest. En daarom willen we ook hun leren hoe ze organisch kunnen telen. Het project wordt gefinancierd door Nieuw-Zeeland en waar nodig komen Brazilië en Suriname in. De hoofdtaak van Brazilië is het inkomen met agrarische expertise en technische assistentie. Nou, wat ik kan aangeven, dat vooral mijn volk, geheel Suriname, dat productie en de verwijzing naar de agrarische sector is de toekomst van Suriname. Dit is een van die bewijzen waar dan van 900 kilogram per hectare de productie is gestegen naar 3000 kilogram per hectare. Dus dat kan wel en organisch. Laten we gezamenlijk bundelen als Surinamers en richten op de productie zodat ons land verder ontwikkeld kan worden. De Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, BBS, heeft in het kader van de capaciteitsversterking een aanvang gemaakt met de basisopleiding BBS. 81 recruten, waaronder 11 vrouwen en 70 mannen, zijn na een lange sollicitatieprocedure geselecteerd voor de basisopleiding. De groep vertrok vanuit het hoofdkwartier van de BBS aan de Vanetsigastraat naar de Ayoko-kazerne BBZ in het district Para voor de introductieweek. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Het waarnemend hoofd van de BBS, Sandra Klaver, heeft voor vertrek de groep toegesproken en hen een warm hart toegedragen. Ze gaf aan dat er in maart 2017 begonnen is met het wervingsproces om nieuwe manschappen binnen te halen.
Zij vroeg daarbij aan de recruten om verdraagzaam te zijn en zich in te zetten om alle opdrachten nauwkeurig uit te voeren. Volgens haar is er behoefte aan manschappen bij de BBS, omdat de dienst al enige tijd kampt met onderbezetting. Ze hoopt op de volledige doorstroming van deze groep, zodat alvast de openstaande beveiligingsposten van de BBS bemand kunnen worden. Tijdens de introductieweek de Ayoko Kazerne BBZ kregen de recruten ook bezoek van minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie. De BBS heeft goed getrainde leden nodig, vandaar dat het belangrijk is om vanaf het begin van de opleiding de kandidaten een aangepaste training te bieden. Voor de opleiding zijn instructeurs van het Nationaal Leger, het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en de BBS aangetrokken. Veiligheid heeft te maken met iedereen moet niet bang zijn. Mensen mogen niet geen vrees hebben. Mensen mogen geen angst hebben. En u zult ervoor zorg moeten dragen dat mensen die bang zijn, dat ze zich veilig voelen. Het is een belangrijke taak. Dit is de eerste periode, de eerste dagen. En u wordt nu gevormd. En wat er in de volgende fase zal gebeuren, u zult leren de theorie die achter veiligheid zit. Je hebt een nieuwe stap in je leven gezet. Je hebt ervoor gekozen. En ik spreek in ieder geval de hoop uit dat je deze nieuwe stap in je leven kan volharden. Dat je iets beter voor jezelf wil hebben. Dat je iets beter voor je familie kan zijn. En dat je een uitstraling kan zijn naar je omgeving. Nogmaals, ik wens u veel succes. Hou het vol en het zal zeker lukken. Ik heb gesolliciteerd bij de BBS omdat ik eveneens als elke recruit mijn krachten wil bieden ter versterking van de organisatie. Ik wil me ook geheel in het BBS plaatsen en ik wil zeker ook voor mijn land. Omdat ik een bijdrage wil leveren als vrouw bij het korps. Bij mij maakt het niet uit waar. Maar ik wilde altijd iets in het korps doen. En daar wil ik mijn bijdrage leveren, vooral als Surinamer, om eigenlijk voor dit land te werken. De opdrachten zijn niet altijd gemakkelijk, maar de recruten doen er alles aan om het beste ervan te maken. Op de laatste dag van de introductieweek moesten de recruten vanaf politiepost La Tour naar het hoofdkwartier van de BBS aan de Van het Sigastraat lopen. De groep werd bij aankomst overgedragen aan het diensthoofd Sandra Klaver. Hierna zullen de recruten de theoretische lessen volgen. De opleiding duurt 6 maanden.